Ik ben grutsk dat ik voor de gemeente de Fryske Marren de begroting van 2016 presenteren kan. Een begroting die krek als de meer jaren naar 2019 ta, zwarte cijfers zijn lid. Op een totaal van rond 120 miljoen begroting voor dit jaar hebben wij een oerschot van 1 miljoen en nog een beetje. En dat is een goed resultaat. Een resultaat werd we de komende jaren gewoon mee uit de voeten kennen. Wat ik heel mooi is, dat bevat het resultaat geen greep in de reserves dwaan hoegen. En dat is voor het eerst zo'n dieren dat we dat net hoegen. Dat is heel mooi. Wel is het zo dat we de oude jaren slim bezuinigen gaan. En het bezuinigen, ja, dat zullen onze burgers en onze instellings en onze verenigings de komende jaren toch nog wel vernemen. Wel is het zo dat wij de begroting nog zo hebben dat we net verder hoeven te bezuinigen. Nou, dat maakt wel een beetje aan. Tenminste, dat het de landelijke regering net met extra bezuinigings naar USTA komt. Wat ik positief is, dat is eigen reserve, dus eigen vermogen van de gemeente, van 19 miljoen de komende jaren groeit naar 22 miljoen. En dat is een buffer wat we eventueel het zinvols mee opvangen kennen. En toch wil ik er al in van waarschuwen dat het nog geen jeugdstemming is. De oude jaren hebben we prote verkiezen gehad. En de komende jaren zijn er wel een aantal zaken die het onwis binnen. Daarbij denk ik aan het sociaal domein, WMO, jeugdzorg, onderwijs. Nou, dat zijn er nog wat zaken. Ja, die weten we nog net precies wat eruit komt. Toch wel ben wij een gemeente, en daar wil ik wel even op wijzen, die nooit staat voor de zwakkeren in ons meerskip. Ik zal de komende jaren nog een aantal wichtige zaken bij de kop hebben. Dan denk ik bij gelijks het gemeentehuis. Die zitten nu op twee plakken. Die hebben een plak daar, op blijven op twee plakken zitten. We moeten nog een besluit nemen over het afval en het milieu. Dat is wichtig. Ik wat rondelijke waterning betreft en de omjouwingswet, die staat er nog om te komen. En daar zullen we de komende jaren nog wat goede besluiten nemen moeten. Ik wil wel afsluiten maar dat we een financieel soene gemeente hebben. Waar het goed wijnen, werken en recreëren is.